Goedemiddag. We komen voor Lieve Storm. Ja, kom maar binnen. Hey. Goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Hi. Jij bent het model? Ik, hè? Ja, ze zeggen het. Maar ik ben uit. We hebben ook nog schrijfster geworden nu. Hoi. Yveske's model. Secrets. Yes. Jouw geheimen staan in het boek? Ja, wel een aantal geheimen inderdaad. Yveske Storm is 27. Ze is, supergoed gelukt, zullen we maar zeggen. Opgegroeid in Almere was ze voorbestemd fysiotherapeute te worden. Maar het liep even anders. Talloze modemerken, bladen en multinationals maakten haar de afgelopen 12 jaar tot hun gezicht. Een glamourleven is het gevolg. Yveske woont in New York, maar veel thuis is ze niet. Ze reist van modeshow naar fotoshoot, van hotel naar vliegveld. Met haar boek Secrets probeert ze jonge meisjes met modelambities tips te geven. Ze is een object, een bedrijf, een fenomeen, een vrouw. We bespreken alles. We hebben geen geheimen voor elkaar. En als je geen geheimen voor elkaar hebt in een relatie, dan heb je geen invloed op elkaar, maar dan leef je een leven samen. Nou, we wisten wel dat ze gewoon leuk eruit zag natuurlijk, maar niet ook helemaal nooit in die modellenwereld ons geïnteresseerd. En was wel eens een keertje gezegd van je moet eens foto's opsturen, maar nee, daar hebben we helemaal nooit bij stilgestaan. Wat ik aan haar zo mooi vind eigenlijk, is dat je naar haar wil blijven kijken. Ze verveelt nooit. Dus je... Waar zit dat in? Ja, dat vind ik dan zelf ook heel moeilijk. Als ik Yveske nou vergelijk met een topvoetballer? Met Seedorf bijvoorbeeld. Dat is iemand die in Nederland door de kenners wel zeer gewaardeerd wordt. Maar eigenlijk in het buitenland echt een ster is. En dat geldt ook voor Yveske. We melden ons rond tweeën in het Amsterdamse Américain. Waar Yveske voor een week is neergestreken. Over een dik uur wordt haar boek gepresenteerd. Dus het maakt me behoorlijk nieuwsgierig. En hier is hij. Het eerste boek. En ik vind het ontzettend eer dat ik hem mag overhandigen aan je. Ja. De tekst ga ik zo nog even een beetje beter leren. Nee. Ging hartstikke goed. Dankjewel. Wauw, echt heel bijzonder om mijn eigen boek in mijn hand te hebben. En jullie natuurlijk allemaal heel erg bedankt voor jullie komst. En er ligt een exemplaar klaar voor iedereen. Oké. Goed toch? Joehoe. Iedereen denkt dat ik Paris Hilton ben. Dit is goed, liefje. Tot zo. Doei, doeg. Zegt het goed, hoor. Whatever, als mijn blond is. Kun je misschien heel kort uitleggen voor wie dit boek is? Het is voor jonge meisjes die ook graag model willen worden. Lekker ding natuurlijk, hè? Eén grote verrassing hier in de voortuin. Maar ze moet nou weg, want de Green Wheels wil weer op zijn eigen plekje staan. Mooiste karretje van de wereld, jongens. Iedereen kijkt, hè? Ik zie dat nooit eigenlijk. Nee, want ik kijk altijd naar beneden. Dat heb ik vanaf dat ik in New York woon, kijk ik altijd naar beneden. Omdat ik het zo confronterend vind als ik dan de hele tijd om me heen kijk. En ik zie dan inderdaad mensen kijken en dan gaan ze zo wegkijken. Dus ik heb maar de gewoonte aangenomen om naar beneden te kijken. En dan, ik heb eigenlijk nooit door wat er eigenlijk om me heen gebeurt. Ja, ik ben niet het jaloerse type die zich daar druk om gaat maken. Ik zeg het nog, ik zie het als een compliment. Ik denk dat elke man het als een compliment zou moeten zien dat iemand naar zijn vrouw kijkt. It's a good sign. En wat denken die mannen dan als ze jou zien? Ja, ik zou het niet weten. Lucky guy? Ja, waarschijnlijk. Lucky guy. Ik weet wel dat we een keertje in New York waren en dat er dat iemand in een cabrio helemaal langs reed. En die was constant aan het omkijken. En op een gegeven moment reed hij gewoon tegen een huis aan, omdat hij Yveske wilde zien. Dat zijn wel geinige dingen om mee te maken. Hallo allemaal, welkom. Wat goed dat jullie hier allemaal zijn in de George, ondanks het mooie weer buiten.
toen Yveske mij vroeg of ik het eerste exemplaar van haar boek aan haar wilde uitreiken, toen was ik in eerste instantie heel erg verbaasd. Yveske's Model Secrets, het eerste exemplaar. Lieve Yveske, hier is hij dan, je eigen boek. Dankjewel. Ja, heel bijzonder om natuurlijk een boek in mijn hand te hebben dat ik zelf geschreven heb. Het heeft heel veel nachten skypen en foto versturen naar mijn werk. Dus ik heb er heel veel tijd en energie in gestoken. Ik denk de eerste 3-4 jaar zag ik mijn modellenwerk echt als een hobby. En naarmate ik het langer ging doen en eigenlijk het wat minder leuk begon te vinden, toen had ik zoiets van oké, dit is echt een bedrijf en ik moet het zien op een manier van ik verdien hier mijn geld mee. Ik moet proberen om er zoveel mogelijk geld mee te verdienen. Het is natuurlijk een vak dat je tot je 30ste doet. Misschien 35, maar daarna moet ik daarvan leven van dat geld dat ik daarmee verdiend heb. En dat gaat wel lukken toch? Ik hoop het. Maak je daar zorgen over? Nee, niet echt eigenlijk. Wat is de outfit van vandaag? Ja, Yveske deed voor wat wij moesten doen, wat wij moesten laten zien. Yveske werd 3 jaar geleden gevraagd het programma Holland's Next Topmodel te presenteren. Een kopie van de Amerikaanse variant. Yveske moest à la Tyra Banks streng zijn en de jonge modellen hard becommentariëren. Het werd geen succes. Dag meiden. Hoi. Welkom in de mansion. Jullie fotoshoot van vandaag gaan jullie niet in je eentje doen. Er is ook een mannelijk model bij. Ik moest zeg maar wel inderdaad het meest bitje uit me halen. Dat is nou misschien niet zo. Wat? Ik denk niet dat het in mijn aard ligt inderdaad, nee. Ik kijk liever wat ik al eerder zei naar de positieve punten van iemand dan naar de negatieve punten dus. En lekker geslapen? Lekker geslapen, maar dat is heel kort. We waren nog met vrienden uit eten geweest gisteren om te vieren. En toen ging mijn wekker alweer om 8 uur vanochtend. Want toen moest ik weer allemaal boeken ondertekenen met handtekeningen en zo. Wat gaan we vandaag doen? Vandaag gaan we voor het Rode Kruis gaan ze een nieuwe campagne doen. Want ze bestaan al 50 jaar. En ik ben een van de ambassadeurs. Dus ze hebben mij gevraagd of ik ook een fotoshoot wil doen. En dat gaat dan samen met een van de vrijwilligers. Dus ja, gaan we leuke foto's maken. Gezellige dag weer van maken. Welkom. Ik ben vluchteling geweest. Ik ben nog steeds vluchteling, ligt aan hoe je het wilt bekijken. Ik kom uit Koerdistan. En wegens het wat Saddam Hussein had gedaan, ik weet niet of je daar bekend van bent met de Halabja en de genocide, zijn wij gevlucht. Ken jij Yveske al? Eerlijk gezegd niet. Nee. Ik heb gelijk gegoogeld. Het lijkt me heel mooi als ze allebei op je afkomen lopen. Dat het heel krachtig wordt, er komt een klein windje op te staan. En dus dat het je eigenlijk onmiddellijk pakt, ook omdat ze gewoon op je afkomen lopen. Dat vind ik gewoon heel erg mooi. Het Rode Kruis komt op je af? Ja, in principe wel. Of het is ook de beweging. Het Rode Kruis is natuurlijk ook altijd in beweging. En, en dat moet mensen dan wel bewegen om te geven aan het Rode Kruis? Ja, vind ik wel. Ja, absoluut. Ik ben ook naar Malawi toe geweest. Heb ik gekeken wat het Rode Kruis allemaal deed. En hoe ze leefden. Tadaa!